hier gaat afstakken aan de leiding. Hij is super bezig met voorhanden op deze afstand. Bakker in de cross in de Paralympische klasse op de lange afstanden met 57,48 seconden boven zijn recordtijd van 1,56,40. Maar dit is toen de voorbereiding van wereldkampioenschappen. De 200 meter vrijstap is een afstand die maar beperkt in de Zwolleland. Het is alleen voor drie of vier kampioenen. Er is een afstand in te zetten. En dan was hij bij de klasse S10 waar hij in zit. Meteen 28.02. Dan hebben we nu terug. Laatste keerpunt voor deze heren. Op naar de muur. Hier dus voor Bas Takker. Hij tikt aan met 1,57,63. Hetzelfde verband van morgen. Toen gaan we terug naar de aanval. Dat is een mooie tijd voor Bas Takker. Tweede tijd voor Olivier Kampen. De derde tijd voor Sebastiaan Boer. En zo komen de heren hier naar de finish. Lars Jacobsen, Thomas Pollock. Dat zijn de. We gaan naar de officiële uitslag. Die zijn hier in beeld. Next event, ladies and gentlemen, event number 8, the men's 200 meter freestyle. We start with the D final.